Vliegen op frituurvet. Het klinkt als een grap, maar vandaag liet KLM zien dat het werkelijkheid is. Om 12:30 vertrok de KL-1233 naar Parijs. Het toestel vloog op biobrandstof, gemaakt van afgewerkt frituurvet. Frituurvet is een van die biobrandstoffen die goed is voor het milieu, maar die niet het nadeel heeft van veel andere biobrandstoffen. Sommige andere biobrandstoffen gaan ten koste van mensen in ontwikkelingslanden. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Dit is een van die brandstoffen die dat niet heeft, want ja, goed, frituurvet, vet waarmee olie waarmee gebakken is, dat is ons eigen afvalproduct, kunnen we dus uit de Nederlandse en Europese markt halen. KLM maakt zich al sinds 2007 sterk voor de ontwikkeling van duurzame biobrandstof. Is het ook echt een realistische lange termijn oplossing? Ja, absoluut. Voor de lange termijn moet je iets doen aan de CO2-uitstoot en dat het zo dichtbij ligt, waardoor het ook voor iedereen tastbaar en zichtbaar wordt. Ik denk dat dat alleen maar extra onderstreept dat het ook realistisch is. Alle passagiers ontvingen voor het instappen een uitgebreide informatiefolder. It's great. Help the environment, make clean our air. It's good. It sounds a little bit funny, don't you think? It does, considering we eat chips, it's fried in the same stuff, but I think it's a positive thing, it's helping the environment. Well, I think it's interesting. I was surprised when I came to the gate to get the brochure. I think it's extremely important we protect our environment. And this is a good way to do it, apparently. So I'm looking forward to the flight. I expect no difference in the way the aircraft performs or anything like that. So it should be fun. It's for the passenger, gewoon business as usual, maar wel op een groenere manier. Zelfs geen frituurlucht in de cabine? Als er geen bitterballen geserveerd worden, niet. Vanaf september dit jaar wilde KLM meer dan 200 lijnvluchten tussen Amsterdam en Parijs uitvoeren op biobrandstof.